Met zijn bedrijf Verkade Keukendesign viert Marcel Verkade dit jaar een 40-jarig jubileum. In de showroom in Kwintsheul zijn permanent zo'n 30 verschillende keukens in allerlei stijlen te bekijken. En in de afgelopen 40 jaar werd die showroom wel zo'n 20 keer verbouwd om hem steeds weer helemaal up-to-date te maken. Dit jaar werd in het kader van het jubileumjaar ook de entree vergroot en gemoderniseerd. En natuurlijk werd binnen ook de showroom ingrijpend veranderd en gevuld met het nieuwste op het gebied van keukendesign. Adviseur Arjan Bes leidt ons rond en laat opmerkelijke dingen zien en de modernste snufjes. Er zijn heel veel nieuwe trends in Keukenland en ik kan je wel even wat laten zien. Waaronder de oven en de stoomoven. De stoomoven, dat zegt het al, die kun je groenten en je vlees en alles kan je daar dus ook in bereiden, je vis. Je kan het ook regeneren, dus als je wat op wil warmen van eten wat je al eerder hebt opgewarmd of gegeten of klaargemaakt hebt, dan kan je dat weer terugzetten en dan is het weer net zo vers als dat het ervoor was. Je hebt ook combi stoomovens, waardoor je vlees wordt dan sappig gehouden. Stokbroodje is wat verser, dus zeg maar, het is gewoon allemaal net even wat lekkerder. Om het water bij te kunnen vullen van deze miele oven, stoomoven, knopje drukken, het is een waterkannetje zit er, die vul je gewoon bij. Doe hem erin, knopje en dan sluiten we weer netjes. We hebben hier de Novi One, dat is een inductiekookplaat met een afzuigsysteem erin. Dat is ideaal voor eilanden of toepassingen dat je zegt van ik wil het voor de raam plaatsen of ik wil geen afzuigkap boven me. Boven mijn kookplaat hebben, dat ik het over mijn hoofd er tegenaan stoot. Het is gewoon een kwestie van omhoog zetten. En hij gaat afzuigen. Het voordeel is dat je hebt dus niet de kap boven zitten. Vroeger met de eilanden had je een blokschouw zitten of een piramideschouw en dan zat je telkens met je hoofd tegenaan te deuken. Plus je had het zicht naar de woonkamer was je kwijt. Nu heb je niks erboven zitten, het is helemaal vrij. Je kan natuurlijk ook ervoor kiezen om een plafondunit te plaatsen, dus dat zit dus in een verlaat plafond. Alleen als je kijkt is het altijd weer een onderbreking in je plafond. Dus niet iedereen vindt dat even mooi. Het voordeel is dit is nu allemaal laag. Ruimtelijker. Dit is de Bora. Een Bora heeft dus ook een inductie. Ze hebben hem ook in een keramische uitvoering. De inductiekookplaat heeft dus ook een afzuiging in de kookplaat. Inductie is een magnetisch veld. Keramisch dat bestaat natuurlijk al veel langer, dan wordt de plaat zelf heet. Het nadeel is van een keramische plaat is dat het vanwege dat dat dus anders werkt, dat je restwarmte hebt. Dan moet je eigenlijk al eerder mee gekookt hebben, wil je daar echt dat je het fijn vindt. Als je van gas afgaat naar keramisch, dan is het weer heel anders koken. Ga je van gas naar inductie, dat is eigenlijk ook net zo snel. Dus als je bijvoorbeeld een pannetje op hebt staan met melk en hij gaat koken, dan kun je met keramisch, als je hem dan zachter, dan blijft hij doorgaan. Dan moet je hem echt van de pit afhalen. Inductie, zet je hem laag, net als bij gas, gaat gelijk de kook er vanaf. Ik zal nog wel even een andere kookplaat laten zien. Loopt u mee? Dit is dus ook zo'n inductiekookplaat. Dit is een nieuw model van Frank is dit. Normaal gesproken zijn de kookplaten altijd zwart. Inductiekookplaten. En zoals je ziet is dit een beetje een goudkleur kookplaat. Dus dat is ook weer uniek. Wat ik net zei, een bridge functie, dus dit is zeg maar een lange zone, dus zodat je grote pannen ook kwijt kan. En je kan ze natuurlijk ook gewoon los gebruiken voor elkaar. Daarachter zit een afzuiging, dat is een downdraft, dus dat is een kwestie van aanzetten. En je komt dan uit het blad omhoog. Verlichting zit erin. Zullen we ook even kijken.
Wat we dus ook nog hebben is, ook van Frank is dat, hebben ze dus ook een lijn, ook uniek, ook in diezelfde kleur, de ovens. En ook met stoom heb je dat. Dus zal ik het even demonstreren. Dus dat is deze lijn. Je kan dus ook in het display zien waar je dus mee bezig bent. Je ziet dus qua plaatjes zie je op een gegeven moment hoe je hem kan instellen. Dus voor het vleesgerechten kan je dus aangeven en dan kun je een temperatuur instellen. Hier zit dus ook een thermostaat bij. En ook telescopische geleiders. Dus makkelijker met in en eruit. En soft close deur. Nou, dit zijn dus eigenlijk de nieuwe technieken. En er zijn natuurlijk veel meer nieuwtjes om te laten zien. Maar dan kunnen mensen beter naar Verkade komen en dan kunnen ze allemaal netjes uitleggen en laten zien. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Verkade Keukendesign.